Binnenkort komt Joomla 3.7 uit. De oorspronkelijke planning was dat uh, dat eind maart zou zijn. Uh, alleen de release datum is uitgesteld naar begin april. Maar uh, het uitkomen van Joomla 3.7 komt dus steeds dichterbij. En Joomla 3.7 heeft een aantal uh, interessante en handige nieuwe opties aan boord. Ik heb eerder al video's gemaakt over uh, de nieuwe router in Joomla en ook een video over de custom fields. In Joomla 3.7. In deze video wil ik je een andere nieuwe functionaliteit laten zien in Joomla die het leven van een Joomla-beheerder weer een stuk makkelijker maakt. En het gaat nu om de verbeterde workflow in Joomla. Wanneer je in Joomla op dit moment een menu-item wilt aanmaken, dan kun je voor heel veel verschillende types menu-items kiezen. Je kunt een categorie blog-menu-item kiezen of een categorie lijst. Je kunt een menu-item maken naar een enkel artikel. Nou, dat zijn allemaal zaken die nu al mogelijk zijn. Maar wil je bijvoorbeeld een menu-item van het type categorie blog maken, dan moet je wel eerst die categorie hebben voordat je een menu-item ernaar kunt aanmaken. Nou, in Joomla! 3.7 is dat proces een stuk sneller geworden. Als ik nu een nieuw menu-item wil aanmaken, en ik ga daarvoor naar menus en dan naar main menu, en ik klik op nieuw om mijn nieuwe menu-item aan te maken, en ik geef een menu-item titel op, bijvoorbeeld categorie, test, of nieuwe categorie, ik laat het mijn menu-item zo noemen. Uh, mijn menu-item wordt nieuwe categorie en het menu-item type uh, daar kies ik onder artikelen voor categorie blog. Nu wil ik een menu-item aanmaken naar een categorie die nog niet bestaat. Uh, op dit moment in Joomla! moet ik dan eerst terug naar categoriebeheer om die categorie aan te maken voordat ik dit menu-item kan aanmaken. Maar in Joomla! 3.7 kan ik meteen vanuit mijn nieuwe menu uh, de gewenste categorie gaan aanmaken. Hier bij kiezen categorie kan ik een categorie selecteren. Ik kan er ook een gaan maken. Ik klik op maken om een nieuwe categorie aan te maken. Ik geef mijn categorie een titel. Nou, bijvoorbeeld nieuwe categorie. Ik kan eventueel de categoriebeschrijving invullen, de opties, de publicatie en de rechten gaan instellen. Ik kan nog aangeven wat de hoofdcategorie moet worden, wat de status moet zijn. Nou, alle zaken die je normaal ook bij een categorie kunt doen, kan ik ook hier doen. Ik klik op opslaan en sluiten, en dan is mijn nieuwe categorie aangemaakt. En je ziet dat in mijn menu-item-type, van het type categorie blog, bij categorie nu ook mijn nieuwe categorie geselecteerd staat. Ik heb dus nu meteen een menu-item aangemaakt naar een categorie, en die categorie heb ik vanuit mijn menu-item aangemaakt. Nou, hetzelfde geldt voor artikelen. Als ik nogmaals opnieuw klik om een nieuw menu-item aan te maken, en ik zal dit menu-item nieuw artikel noemen, bijvoorbeeld, en bij menu-item klik ik op selecteren en ik kies onder artikelen en dan uh, kies ik hier voor de optie individueel artikel. Dan kan ik een bestaand artikel selecteren. Ik kan ook meteen een nieuw artikel maken waaraan ik dit menu-item wil gaan koppelen. Als ik op maken klik, dan kom ik in een nieuw artikelscherm en ik kan nu dezelfde zaken invullen die ik ook bij uh, een normaal artikel kan invullen. En ik kan dus meteen mijn nieuwe. Artikel gaan maken. En ik zal dit artikel ook nieuw artikel noemen. Ik kan mijn tekst invullen. Ik kan de categorie nog selecteren, nou, bijvoorbeeld uh, mijn nieuwe categorie, nieuwe categorie. En ik kan aangeven of dit artikel speciaal moet zijn. En als ik alles uh, geregeld heb in mijn artikel, kan ik op opslaan en sluiten klikken. En zo heb ik dus vanuit mijn nieuwe menu-item meteen mijn nieuwe artikel aangemaakt. En kan ik in één keer mijn menu-item opslaan en sluiten, en is mijn nieuwe menu-item na dat artikel aangemaakt. Ik hoef dus niet meer eerst van tevoren mijn categorieën en artikelen aan te maken voordat ik menu-items kan aanmaken. Ik kan meteen vanuit mijn nieuwe menu-item uh, een nieuwe categorie of een nieuw artikel aanmaken. En daarmee wordt de workflow in Joomla een stuk vereenvoudigd, een stuk sneller en een stuk praktischer. Ik hoop dat je deze video nuttig en interessant gevonden hebt. En ik wil je heel hartelijk danken voor het kijken.